Zolang Wilfred Gené het niet aandurft om tafelgast Euskan Akjol volledig door te zagen over alle onzin die hij heeft verspreid over Matthijs van Nieuwkerk, blijft het doorretteren. Waarom wordt Eus zo opzichtig in bescherming genomen door VI? Waarom heeft de talkshow over alles een grote mond, maar wordt Eus met fluwele handschoenen aangepakt? Euskan zat eergisteren na een wekenlange pauze weer aan tafel bij VI, maar daar kwam hij wel heel makkelijk weg met wat er allemaal is gebeurd rond brilfilmpje-gate. Aangezien Wilfred Versa akte, stond RTL Boulevard verslaggever Aaron Bade bij de uitgang om Eus de kritische vragen te stellen. Alle mannen van VI kwamen langs, behalve Eus. Jeroen kijkt in de vechten, de voiceover van Boulevard, merkt op, Eus laat zich na afloop niet meer zien en wil niet meer voor de camera reageren. Aaron legt het voor aan René, die wel gewoon wat vragen beantwoordt. Eus wil ons ook nu niet te woord staan, terwijl Johan zei, doe dat dan eventjes. René van der Gijp, jawel, ja, maak je niet zo druk man. Aaron tegen Johan Derksen, wil je het filmpje nog zien? Johan, nou, er is toch geen filmpje? Aaron vervolgens tegen René, jij gelooft Eus wel? Dat hij dat filmpje gezien heeft? René, ik bedoel, als je mij apart neemt en je gaat het aan me vertellen, dan moet het bijna gek zijn als het er niet is. Johan blijft bij zijn eerder geuite kritiek op Eus. Ik vind dat hij een fout gemaakt heeft. Hij is uit zijn nek gaan lullen en hij heeft zijn vriend voor de bus gegooid. Dat heb ik gezegd, ja, en dat vind ik nog. René, ja, dat is jammer, want Matthijs heeft hem wel eigenlijk op weg geholpen, hè? Zonder man. Oftewel, iedereen komt aan het woord, behalve eux zelf. Boulevard-presentatrice Vivienne van den Assem, hij kiest er ook nog voor om via de achteruitgang weg te gaan, dus we hebben hem niet gesproken. TV-kenner Rob Goossens vindt het zwak. Ja, hij had zelf in een Instagram-comment gezegd van, ik ben laf, of, ik heb geen ballen, of iets dergelijks. Dat is dan natuurlijk ironisch bedoeld, maar gisteravond hebben we gezien dat er wel een kern van waarheid in zit, want als je een vent bent ga je gewoon via de hoofdingang naar buiten. Het kat- en muispel is begonnen, lukt het boulevard volgende week maandag wel om na VI voor de camera te krijgen.